Als ik een review maak van lenzen op Eosine, waarvan je het linkje onder deze clip kunt vinden, dan ga ik een bepaald protocol door, ontwerp en bediening, de mogelijkheden, prestaties. En bij die prestaties hoort ook altijd de beeldkwaliteit. En ja, beeldkwaliteit is moeilijk te beoordelen. Je maakt natuurlijk gewoon foto's in de praktijk en dan zie je of die scherp is ja of nee en of er chromatische aberratie is. Maar ik heb ook een testcase, dat is een gewone koffer. Ja, die ik op een bepaalde manier ingedeeld heb. En die gebruik ik al 20 jaar om die, ja, al die lenzen te kunnen vergelijken. Nou is die is wel een redelijk interessante testdoos. Want je ziet detail en je ziet contrast en je ziet chromatische aberratie. En je kunt de hoeken zien, allemaal van dat soort dingen, kleurtjes. Maar er is niks wetenschappelijks aan natuurlijk. Bovendien in die 20 jaar dat ik die doos gebruik, zijn die testcondities heel anders geworden. Onder andere licht en andere studio, noem maar op. Wel leuk om eens te bekijken. Ik zou zeggen, wanneer je zo'n review bekijkt, download ze dan zeker eens om er naar te kijken. Maar wanneer je een nieuwe lens gaat kopen, en ik heb hem bijvoorbeeld niet getest, dan is het, ja, wil je andere vergelijking kunnen doen. En die andere vergelijking vind je op thedigitalpicture.com. Dat is een prachtige website, heel uitgebreid. En Brian, die boel daar in elkaar zet, die heeft een mooie module om lenzen te vergelijken. En daar gaan we even naar kijken, want dat vraagt misschien enige uitleg. Goed, het adres waar je naartoe moet, de URL, die staat onder deze clip. Hier zie je hem nog eens een keer terug. En de hele vergelijking is gebaseerd op de ISO 12233 kaart. Die zie je hier en die is speciaal gemaakt om vooral scherpte te kunnen zien. Je ziet er ook wat chromatische aberratie aan en zo, maar het gaat vooral om scherpte. Je ziet daar geen kleur op, je ziet daar, nou, contrast zie je natuurlijk ook, ja, maar het gaat om de scherpte. En voor heel veel fotografen is een scherpe lens een goede lens. Dus we gaan maar eens kijken hoe het werkt. Nou, wanneer je dat adres, die URL die ik gegeven heb, intikt, dan kom je in de standaard instelling van dat vergelijkingsmodule. En we gaan eerst maar eens kijken, nou, welke twee lenzen willen we testen? Willen we naast elkaar bekijken? En dan zie je hier, daar staat nu de EF-S 1018, maar ik wil, hè, ik heb een EF 2405 lens. Hè, dat is een hele populaire lens van Canon. En die lens, die staat in dat rijtje, zie je dat er, die wil ik vergelijken met de RF-versie. Dus ik heb hier de EF 2405 staan, F4. Die wordt getest op een 5DSR, dat is een 50 megapixel camera. Hij staat op 24 mm en je kijkt bij F4. Brandpunt kun je dus kiezen, hè, 2405 en de stapjes, en dat diafragma kun je ook kiezen. Dat zijn aspecten die belangrijk zijn bij die scherpte beoordeling. En waar wil ik het mee vergelijken? Dan zie je dus hier het balkje hiernaast, dan ga je kijken. En dan ga je weer naar 2405. En goed opletten, ik moet zeggen, er staan natuurlijk heel veel lenzen in, dus je moet goed opletten waar je staat. En hier staat de 4L versie. Dus hier heb ik de RF 2405 F4. Dus nu heb je twee lenzen die compatible zijn op dat EOS R systeem. De ene met een adapter, de andere niet. En die wordt getest op de EOS R5, zodat de megapixels ongeveer hetzelfde zijn, want een R5 heeft 45 miljoen pixels. Nou, je ziet hier al 24 mm en F4. Nou, die lens gebruik je zeker wanneer je hem binnen gebruikt, hè, bij weinig licht, op F4. En dan kunnen we eens kijken, hoe zit het nou met de scherpte? En dat is een klein dingetje, en daarom heb ik ook deze video gemaakt, is welke lens je ziet, is afhankelijk van dit pijltje. Zie je dit pijltje staan? Wanneer je met je cursor boven dat pijltje komt, zie je het beeld eronder verspringen. En dat geeft aan, zo wijst het pijltje naar links. En dan kijkt hij naar de 2405 EF versie. En wanneer het pijltje de andere kant op wijst, kijkt hij naar de RF 2405. De foto, het beeld. Dat verspringen van de ene naar de andere camera werkt ook door er met je cursor boven te gaan. Je ziet, nu wijst hij naar links naar de EF-versie, zo wijst hij naar rechts naar de RF-versie. Nou, stel je gebruikt die lens vooral binnen en je wilt dan wat meer close-up schieten, dus je schiet hem op 105 mm. Dan zie je hier die 2405 EF-versie. Nou, dan zie je dus, ja, dat is niet helemaal scherp. Je ziet dat toch wel aan de chromatische aberratie. Je ziet overigens het midden, dat is de bovenste balk. Midframe, dat is het midden van het beeld. Hè? Dat is een wat groter gebied. En periphery is de buitenkant van de lens. Hè? Daar zie je dus ook de meeste chromatische aberratie in dit geval. Zo kun je dus een indruk krijgen van hoe scherp dat die is. Want ga ik nu, hè, bij die 105 mm bij F4, hè, met mijn cursor boven die
boven dat plaatje, dan zie je, dit is met de EF-versie en dit is de RF-versie. En dan zie je, ja, die RF-versie is toch wel scherper, hè? Zeker mid-frame. En wanneer je hier kijkt, nou, die schuine lijntjes, ja, redelijk scherp. Maar kom ik erboven, dan zie je hoe scherp het kan zijn met die RF-versie. Ik zelf heb die lens en ik moet zeggen, ik vind het een van de beste lenzen die Canon ooit gemaakt heeft. Dat is echt een prachtige lens. Maar goed, los daarvan. Nou ja, en zo kun je dus twee verschillende lenzen met elkaar vergelijken. Je kunt de brandpunten variëren. Je kunt de diafragma's met elkaar kun je veranderen en vergelijken. Het enige wat je moet doen is goed op dat pijltje letten. Wijst die naar links. Kijk, dan zie je het beeld van de linkerlens. En wijst die naar rechts. Dan zie je het beeld van de rechterlens. Ja, tot zover. Ik zou zeggen, ga gewoon eens een middagje spelen. Je treft er echt alle Canon lenzen aan die er maar zijn. Er zit zelfs van andere merken zitten ook nog lenzen onder. Dus Brian heeft extreem goed zijn best gedaan. Je wordt er een stuk wijzer. Het zegt nog steeds natuurlijk niet of de lens die jij het scherpst vindt ook de beste lens is. Maar het geeft in ieder geval een vergelijkbare indicatie van de scherpte. Tot zover.